Krijg je er al zin in, Roos? Enorm, ja. Ja. Ben je trouwens kijken? Dan? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja, nee. Niet per se in de meutes, maar wel... Nee, ik ben zeker een trouwe kijker. Ronald? Ja, zeker. En op terrassen? Op terrassen ook. Café de Stad in Utrecht. Heel specifiek. Ja. Ja. En weet je al of je gaat dit jaar? Nou, dat hangt een beetje van hoe Oranje presteert. Maar laten we hopen dat het kan. Ja, want meneer Bruls, nou, nationaal debat is te veel gezegd... maar er is wel een debat gaande over... zou het toch niet verstandig zijn dat die terrassen opengaan? Want dat is buiten. En misschien kunnen we buiten wel veiliger kijken dan binnen. De burgemeesters hebben daar gisteren over vergaderd. Die hebben gezegd, doe toch nog maar niet. Alleen 14 juni gaan we het herevalueren. Maar dan kwam vandaag de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Halsma... die zei, ik wil ze wel open. Wat is er precies aan de hand? Nou, om te beginnen, het is heel leuk die discussie... maar het kabinet heeft vrijdag al besloten dat het niet gaat gebeuren. Dus be my guest, maar de discussie is eigenlijk al beslecht. Wat wij gisteren hebben gezegd, het is misschien wel verstandig... om na verloop der tijd even te kijken van hoe het gaat. Wij kijken natuurlijk niet alleen van wat het betekent voor corona. Kijken schermen op terrassen, je zag de beelden. Net al, het betekent gewoon mensen gaan zich echt niet in die regels houden. Die blijven echt niet geplaceerd op afstand zitten. Dus dat is niet echt goed als je corona wil tegengaan. Maar het kan bijvoorbeeld vanuit openbaar orde... kan misschien wel goed zijn als dat helpt om het wat rustig te houden. Om naar te kijken. Dus daarom hebben we die afspraak gemaakt. Overigens heel praktisch gezien, hè, de eerste twee wedstrijden... beginnen om 9:00 s'avonds. De terrassen moeten sowieso om 10:00 dicht. Want dat moet nog in deze fase. Ja, dat is de eerste twee wedstrijden van Nederlands Elftal. Ik kan me niet heel veel voorstellen dat je het leuk vindt om daar te zitten... en dan haast je repje moet je ergens naar binnen, naar een huis... om daar verder te kijken. Ik denk de meeste voetbalfans dat nog wel begrijpen. Ja, dus zowel Roos als Ronald als alle andere liefhebbers... de eerste twee wedstrijden kan het gewoon echt niet... Dat is sowieso niet. En 14 juni is over twee weken. Dus er wordt nog even gekeken. Maar er wordt ook natuurlijk niet alleen naar schermen gekeken. Maar hoe loopt dat überhaupt? Ja. Bedenken, we hebben het verleden ook wel eens, zelfs als Nederland won... hele onaangename scènes in onze binnensteden meegemaakt... na afloop van de wedstrijd. Ja, maar wat zegt u dan tegen mevrouw Halsema, die er toch nog heel graag wil? Die Nou ja, zij was er maandag bij en was akkoord met die afspraak... laten we op 14 oktober daar eens naar verder naar kijken. 14 juni. Sorry, ja. 14 juni. Dat niet nee, ja. Dan ga ik alle kwalificatiewedstrijden voor het WK er ook bij trekken. Nee, dat wordt boos. En het is van belang dat het in alle steden dezelfde regeling is. Ja, dat is. Kijk, het is dus sowieso verboden. Maar we hebben ook al eerder gezegd dat je bijvoorbeeld op pleinen... Hè, wat natuurlijk ook een heel leuk vermaak is... daar gebeurt het sowieso niet. Want ja, dan krijg je menigte bij elkaar. Dat kan wel buiten, hè? Helemaal niet. Nou ja, het wordt wel heel erg druk als je duizend of meer mensen op een plein bij elkaar hebben. Dan kunnen we net zo goed nu al besluiten om alle maatregelen op te heffen. Zover is het niet. Dan moeten we echt wachten. Maar is het